Ik kreeg vaak de vraag van mensen van... hoe was het? Hoe was het nou? En iedereen is daar heel nieuwsgierig naar, kennelijk. Iedereen is heel nieuwsgierig naar dat idee... dat je op het punt staat om dood te gaan of dood te kunnen gaan. Toen zei later iemand tegen mij... waarom heb je nou niet gewoon aan Jezus gevraagd waarom hij daar zat? Ik zei, ja, jij hebt makkelijk praten. Het was hartstikke eng. Ja, maar Jezus is toch liefde? Ja, maar het komt dan, ik zit niet zo in dat christelijke geloofgedoe. Dus ik denk daar dan helemaal niet aan. Ik denk meer, er is een man op mijn bed. Nee, ik ben niet bang voor de dood meer. Als dit het is wat je na de dood laat wachten... ja, dan ben ik er niet bang voor.